Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit leuke meisjes baby mutsje maken en het is zo'n lief schattig mutsje dat ik ook dit wil uitleggen aan jullie, want het heeft een paar verschillende steken en daardoor maakt dit mutsje ook een ja meer een mutsje dat je echt ziet van ja, dit is gewoon met de hand gemaakt en dit kan je gewoon nergens kopen zo leuk. Dus ik vond dit een leuk kraamcadeautje voor iemand, ja, weet je wel, dat je dan gewoon een kennisje en die vraagt van kom je kijken en dan neem je een lief mutsje mee. Ik heb deze gehaakt van, ja, eigenlijk van restjes wol, maar ik heb nu dus even nieuwe wol gehaald. En die heb ik gekocht bij Zeeman. En het is een super soft. En een super soft behoor je te haken van op naald 3 tot 4 en ik gebruik ook hiermee naald nummer 4. Ik heb grijs, wit en roze en je hebt dus nodig haaknaald nummer 4, een schaartje en een centimeter. En dan gaan we beginnen met het opmeten van het mutsje. En het opmeten, ja, je kan ook standaard maten op internet zoeken, maar ik heb een, die maat heb ik al een keer opgezocht, maar dit mutsje heb ik al klaar liggen, dus ik zal het nog een keer meten. Dit is dus 16 keer 2 is 32 centimeter, dus je begint met een rij losse. En ik zal eventjes een haaknaald groot pakken, dus je hebt ook nog nodig haaknaald nummer 5 om de beginlussen op te zetten. En dan kom ik weer bij je terug. Ik heb nu haaknaald nummer 5 erbij gepakt en je begint met een opzetlus. En ik begin deze keer met grijs. Maar je kan natuurlijk alle kleurtjes, dit is echt de fuchsia kleur, dit is de roze en wit. Maar je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil. Maar ik ben ook wel benieuwd met een grijze rand hoe dit eruit komt te zien. Dus we gaan losse haken tot het gewenste aantal. En dit was 32 centimeter, dus 1. Maar je hoeft dan niet meer te tellen, hè? Je pakt gewoon wel een grotere haaknaald. En dan ga je de gewenste omtrek van het hoofdje, daar ga je losse voor maken. En lekker losjes haken, want daar zie je straks niks meer van. Anders wordt het ook lastig met de eerste toer. Dus lekker losjes je steken haken. Dit is wel heel klein, zie je, maar we zijn er al bijna, ja. Ik zal er nog twee bij doen, beter iets te groot dan te klein. Dan sluit je de ring hier in de laatste of de toer of de begin lossen. Dan sla je weer de draad om je haaknaald en je haalt hem door en dan heb je een begin van een mutsje. Dan beginnen we met stokjes, dus we doen 3 lossen en dan ga ik even, ben ik vergeten, van haaknaald veranderen. Je pakt nu dus de haaknaald waar je mee haakt, haaknaald nummer 4, en dan gaan we in elke steek een stokje zetten.
En als je op het eind van de toer bent, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met stokjes en die sluiten we. Ja, ik ga altijd hier gewoon in en ik pak een halve vaste. Sluit je de toer, dan ga je 3 lossen. En dan gaan we nu reliëfstokjes maken om een beetje dit effect te krijgen, zodat je een boordsteek krijgt. Dan gaan we 1 keer omslaan, dan gaan we achterlangs voor het stokje. En we gaan een keer omslaan en dan ga je het volgende stokje aan de voorkant oppakken. En weer achterlangs. En weer voorlangs en weer achterlangs insteken en weer voorlangs en weer achterlangs en weer voorlangs en weer achterlangs en weer voorlangs. Kijk, en dan krijg je dit boord effect. Zie je het? En op het eind van de toer zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer voor het boordje en dan gaan we de volgende gaan we vaste maken en dat doen we met dezelfde kleur, dus we sluiten eerst de toer, 1 losse en dan in elke stokje, voorgaand stokje, een vaste. En dan zie ik je op het eind weer terug. En we zijn op het einde van de toer met vaste en ik heb al een ander kleurtje aangeknoopt, maar we sluiten de toer met een halve vaste. En omdat ik al een ander kleurtje heb aangeknoopt, kunnen we gewoon met de witte verder. 1, 2, 3 lossen. En dan in elke steek een stokje. Het is wel makkelijk omdat je dan al natuurlijk die vaste gehad hebt, dus dan kan je makkelijk in elke vaste een stokje steken en dan zie ik je op het einde van de toer weer terug. We zijn nu klaar met het randje met stokjes. En dan gaan we nu met roze verder. De toer sluiten we met een halve vaste. En nu gaan we lichtroze pakken. En die ga ik ook weer even vastknopen. Eventjes het witte garen afknippen. En dan pakken we nu het lichtroze. En dan doen we 3 lossen. 1, 2, 3.
Dit werken we straks wel iets netter af. En dan gaan we deze toer maken met 3 losse, 4 losse, en dan slaan we er 1 over en een vaste, 4 losse en een vaste, en dan gaan we hier 2 stokjes, een losse, 2 stokjes doen. Nou, 4 losse, even kijken, dit is het eerste stokje, 1, 2, 3, 4 losse, en we slaan er eentje over, dus we gaan in het tweede zetten we een vaste. En dit is te veel hoor, dit. Alhoewel, dit is het eerste stokje. We gaan het nog even verder proberen. Dan weer 4 losse. Slaan we er 1 over en een vaste hierin. Ja, dit kan wel. En dan gaan we deze waaier maken met 2 stokjes, een losse, 2 stokjes in hetzelfde, in dezelfde opening, en slaan we er ook even 1 over. Dus we slaan er 1 steek over. Dus deze hebben we nu een vaste, deze slaan we over, en dan gaan we hier een waaiertje maken van 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. En dan slaan we er weer 1 over en die zetten we vast hier met een vaste. En deze toer gaan we dus zo doen: 4 losse, 1 overslaan, een vaste. 4 losse, 1 overslaan, een vaste. 1 overslaan en de waaier. Maar we gaan het samen nog een keer even doen: 1, 2, 3, 4 losse. 1 overslaan en een vaste. 4 losse, 1 overslaan en een vaste, en nu weer 1 overslaan, en we gaan hier een waaiertje van 2 stokjes, een losse, 2 stokjes doen. Wat meer garen pakken. En zo gaan we de hele toer afmaken. Dus we slaan er 1 over elke keer. En dan zetten we een vaste. Dus hier hebben we, deze moeten we overslaan. Hier zetten we een vaste in. Kijk, dan sluit dat waaiertje mooi. En dan gaan we boogjes van 4 losse maken. 1, 2, 3, 4. 1 overslaan. Een vaste, 1, 2, 3, 4, 1 overslaan, een vaste, en dan gaan we 1 overslaan, en dan gaan we hier weer een waaiertje inzetten van stokjes, 1, 2, een losse, en in dezelfde opening weer 2 stokjes, en die zetten we weer vast, deze slaan we over, in de tweede, en dan is dit de volgende toer, en dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met het waaiertje en de boogjes, en dan kom ik hier uit met 2 boogjes, en dan moet ik nog een waaiertje gaan doen. Dus we slaan 1 over en we gaan hier in deze steek nog 2 stokjes, een losse en 2 stokjes doen. En een waaiertje moeten we onderaan vastzetten met een vaste. Maar nu is dit het begin van de toer, dus we haken even de haaknaald of de draad omhoog. Dan steek je in en je haalt even je draad op. Je steekt in en je haakt je draad op. Zo, en dan zijn we weer in het begin, zeg maar, van de toer.
En dan gaan we nu boogjes maken, weer met vaste en losse. We gaan nog eentje draadkeer omhoog halen, dus insteken en doorhalen. En dan gaan we nu 4 losse maken, 1, 2, 3, 4. En ik ga even een marker pakken zodat je weet dat je hier bent gebleven. Dus dit is het begin van de toer. Dan steek je marker in. En dan ga je, als je 4 los hebt gedaan, ga je in het boogje een vaste maken. Dan weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4. En dan weer in het midden hiervan zetten we een vaste, insteken, omhalen, nog een keer omhalen. En dit is de vaste. Nou, het begint wel heel hard te regenen. Dan weer 4 lossen. En dan gaan we weer in die boogjes een vaste zetten. En dan weer 4 lossen. En dan weer in het boogje een vaste. En dan weer 4 lossen. En in het middenste van het waaiertje weer een vaste. Dus deze toer is alleen 4 lossen, een vaste, 4 lossen, een vaste, 4 lossen, een vaste. En zo kom je elke keer uit. Dus 1, 2, 3, 4. En dan zie ik je op het eind van de toer weer terug. We zijn nu op het einde van de toer, nog 1 vaste. En doordat je een marker hebt gezet, is het toch wel makkelijk dat je ziet waar je toer begint. En het is dus hier bovenaan bij de marker. Dus we moeten nog een keer 4 losse doen. En we eindigen de toer in het midden hier met een halve vaste. En nu ga ik van kleurtje veranderen, weer een keer grijs en met 3 lossen. En dan gaan we deze toer nog een keer, en ik zet even de marker ook weer in het begin. We hebben er 3 lossen, we doen er nog 1 bij, 4. En dan zetten we weer in elke opening een vaste. 1, 2, 3, 4. En omdat we nu allemaal boogjes hebben, is het in elk boogje een vaste. En weer 4 lossen. En in elk boogje een vaste. 1, 2, 3, 4. En in elk boogje een vaste. En zo maak je de toer af totdat je op het einde bent. Dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer en we zetten deze nog even vast met een vaste. En hier betekent dat we nog 4 lossen moeten doen. 1, 2, 3, 4. En die gaan we hieronder weer vastzetten met een halve vaste. En ik zie dat ik het draadje meetrek, dus die moet ik even nog aan de achterkant goed naar beneden werken. Dan weer de volgende toer met. Het zit een beetje in de weg. 2, 3, 3 lossen.
dan beginnen we weer aan de volgende. Dus je zet de marker weer even aan het begin van de toer. En na die drie losse zetten we hier weer een vaste en we gaan nog een toer maken met vier losse. We gaan nu drie losse doen, drie losse en een vaste. 1, 2, 3 en een vaste. Dus de volgende toer wordt 1, 2, 3 en een vaste. 1, 2, 3 en een vaste. Een, twee, drie en een vaste. 1, 2, 3 en een vaste in de opening. 1, 2, 3 en een vaste in de opening. Zo. En zo maak je deze hele toer af en deze wordt dus kleiner doordat je nu met drie losse ertussen doet. En op het einde zie ik je weer terug. We zijn weer op het einde van de toer met drie losse en een vaste. En we gaan hier nog één vaste in maken. En we zijn weer op het begin, zeg maar, waar we weer een nieuwe toer gaan maken. En ik knip eventjes de roze draad af. Dan gaan we nog een keer 1, 2, 3 lossen en nu gaan we weer gewoon verder in het rond en ik haal de marker eruit, want we gaan toch alleen maar in het rond nu haken en je ziet wel aan de draadjes waar je ongeveer van kleur kan wisselen. Dan ga ik hier in die opening een halve vaste. En dan gaan we weer 1, 2, 3 lossen en in de opening weer een vaste. En deze toer gaan we weer 3 lossen, met opening een vaste. En ik bedenk me, ik leg toch even de marker erin. Want anders weet je echt niet meer. Het is ook niet alleen maar doorhaken met 3 lossen. En een vaste, dus 1, 2, 3. We gaan daar ook nog andere dingen doen. Dus het is wel belangrijk dat we eventjes een marker erin zetten. We gaan zo de hele toer weer afmaken. En dan zie ik je weer terug op het einde van de toer. We zijn nu op het einde bijna van de toer met 1, 2, 3 losse en een vaste. 1, 2, 3 losse en in elke opening een vaste. En ik ga dadelijk met een ander kleurtje beginnen, dus dat kan je vast erbij nemen. 1, 2, 3 en nog een vaste en dan zijn we weer bij het begin van de toer en die sluiten we dan met een halve vaste hieronder. Even dat de marker eruit halen. Kijk, hieronder sluiten we hem met een halve vaste. Zo. Schaartje pakken, afknippen en de draad doortrekken. En dan begint het al op een mutsje te lijken. En nu pakken we een bolletje wit.
wel even het begin zoeken. Momentje hoor, ga ik even het begin zoeken. Nu heb ik het begin en ja, ik knoop hem er even aan vast. En dan steek ik mijn haaknaald door die eerste opening en dan haal ik even de draad op en dan pak ik 3 losse. En dan pakken we nu dus de stokjes en doen we 2 stokjes in elke opening en een stokje op de vaste. Ja, dus dit telt mee als een stokje. Dan doen we nog 1 stokje en op de vaste weer een stokje en dan weer in elke opening 2 stokjes en dan weer op een vaste ook een stokje. Dan weer 2 stokjes in de openingen en op de vaste ook een stokje. Zo maak je de hele toer af, dus 2 in de opening en 1 stokje op de vaste. En op het eind van de toer, als je hier bent, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer van de stokjes. 2 stokjes in de opening en 1 stokje op de vaste. En nu sluiten we de toer hier bovenaan in de derde losse met een halve vaste. En ik vind dit eigenlijk nog een beetje een lelijke opening, dus ik ga nog eentje terug en ik maak nog 1 stokje hier tussen. Ik weet ook niet hoe jij uit bent gekomen hoor, dus ik vind het mooier om nog een stokje tussen te zetten. En dan sluit je met een halve vaste. Zo. Dan gaan we weer 3 omhoog en nu gaan we, dit wordt dan het eerste stokje en dan gaan we nu 1, 2 stokjes overslaan en hier een vaste inzetten met 3 losse, 1, 2, 3, en we gaan een vaste zetten in de 1, 2 in de derde. Dus insteken, draad ophalen, nog een keer draad ophalen en door 2. En dan gaan we weer 1, 2, 3 losse doen. We slaan 1, 2 over. En zo gaan we de hele toer afmaken. En op het eind hier, dan zie ik je weer terug. En we zijn alweer op het einde van de toer. We doen nog 3 losse. En die zetten we hierin vast. Onderin in dat laatste stokje van die vorige toer, daar zet je hem in vast en dan gaan we de draad even omhoog werken. Je steekt hem dus in, je haalt je draad op en je steekt nog een keer in die lus en je haalt je draad op, zodat je draad weer even omhoog zit. Dan kom je iets hoger uit en dan gaan we nu weer 1, 2 lossen en een vaste in de opening doen en dan weer 2 lossen en een vaste in de opening en dan weer 2 lossen en een vaste in de opening. Dus deze toer wordt 2 lossen en een vaste in de opening en dan zie ik je hier weer
terug. En we zijn weer op het einde van de toer. Nog twee losse. Dan moet je even kijken dat je eigenlijk hier in deze opening kan je gewoon insteken en een halve vaste maken. En dan ga je weer 1, 2 lossen en een vaste in de volgende opening doen. En weer 1, 2 lossen en een vaste in de opening. En 2 lossen en in de vaste in de opening. En deze toer, ja, die kan je nog 2-3 keer herhalen. Dus ik ga hem nog 3 keer doen. En dan gaan we met een andere toer beginnen. Dus nog 3 keer zo dit rondje van 2 lossen en vaste in die opening en dan zie ik je weer terug. We hebben nu, als het goed is, 3 keer het rondje gehaakt en dan krijg je een beetje dit idee. En je ziet natuurlijk aan je aanhecht touwtje hier, aan je draadje, dat je hier weer op het einde bent. En dan gaan we nu met roze verder, maar eerst moeten we deze draad even, zeg maar, afhechten en die zet je gewoon in de volgende opening vast met een halve vaste. Even een schaartje pakken. Zo, en die hechten we later vast. Ik knoop hem nu even gewoon hier aan. Het touwtje is wel heel lang, dus eventjes iets afknippen. En dan gaan we nu weer verder met de roze kleur. En deze toer wordt weer hetzelfde als deze toer. Dus 2 stokjes in de opening en een stokje op de vaste. Maar je begint dus met 3 lossen. En je haalt je haaknaald door een opening. Door die opening die daar de volgende is, dan haal je je draad op en dan zet je weer even 3 lossen en dan zet je hier nog een stokje in deze opening. En ik zit te denken om een draadje mee te nemen nu, allebei, dan heb je ze ook meteen afgewerkt. Dus je houdt ze hierboven, in die vaste zet je nog een vaste en die draadjes neem je dan mee om af te werken. Dan weer 2 stokjes in die opening. En dan weer een stokje op de vaste. En dan weer 2 stokjes in de opening. En zo maak je de hele toer af. En als je weer hier bent, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de toer en we sluiten de toer hierbovenin met een halve vaste. Dan is hij mooi dicht en we zetten er 1 losse bovenop. Want we gaan nu een vaste, een losse, een vaste, een losse doen. Dus we doen nog 1 losse. En dan slaan we 1 stokje over en dan gaan we in de volgende een vaste doen en dan weer een losse, 1 overslaan, een vaste, een losse, 1 overslaan, een vaste, een losse, 1 overslaan, een vaste, een losse en 1 overslaan. En dan wordt dit de volgende toer en als je op het eind hier bent, dan zie ik je weer terug. Dan zijn we aangekomen op het einde van de toer hier met een vaste, pakken we nog 1 losse en die zetten we hierin in deze opening vast met een halve vaste. Dan gaan we nog 1 omhoog en dan gaan we weer 1 losse en dan in deze volgende opening tussen die vaste in weer een vaste.
en weer een losse, en in de opening weer een vaste en weer een losse, en in de opening weer een vaste. En zo gaan we deze toer helemaal doen, dus eigenlijk een soort gerstekorrelsteek. Op het eind zie ik je weer terug. We zijn op het einde van een vaste, een losse, een vaste. We doen nog één losse. Dan gaan we hierin voor de toer te sluiten. Deze opening met een halve vaste. Dan nog één losse omhoog. En dan gaan we nu alleen nog maar vaste doen. Dus in elke steek een vaste. In elke steek. En dan zie je aan die V'tjes natuurlijk, hè. Dus een vaste op de vaste. En een vaste in de opening en een vaste op de vaste en een vaste in de opening en een vaste op de vaste en een vaste in de opening Maar soms is het een beetje lastig om te kijken, omdat het toch natuurlijk wel een klein babymutsje wordt. Maar ja, deze toer gaan we dus allemaal vaste doen. En straks dan binden we het mutsje helemaal zo dicht en dan wordt het een echt mutsje. Maar we gaan nu een toer vaste doen. En als je hier op het einde bent, dan sluit je de toer weer met een halve vaste. Je gaat weer 1 omhoog en dan doe je nog een toer. Alleen maar vaste en daarna zie ik je weer terug. We zijn nu aan het einde van de tweede toer vaste en die gaan we weer sluiten met een halve vaste en dan beginnen we met een ander kleurtje. En ik ga hem toch weer even vastknopen. Schaartje. Een roze kan even aan de kant. Een losse. En dan ga ik een vaste erin steken. En dan ga ik een vaste overslaan en dan steek hem in de volgende een vaste. En dan weer een gewone vaste, dus twee vaste naast elkaar. En dan slaan we er een over. En dan weer twee vaste aan elkaar. En we slaan er 1 over en dan zetten we er 2 vaste in. En we slaan er 1 over en we zetten 2 vaste. Zo doe je de hele toer. En dan ga je hierop sluit je de toer met een halve vaste. Je zet er 1 losse op en dan ga je de volgende toer met allemaal vaste maken. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu klaar met het grijs, tenminste met deze toer. En je hebt de toer gesloten met een halve vaste. Kijk, en dan krijg je al een heel leuk. Dadelijk wordt dit zo de bovenkant. Begint al echt en straks dan trek je dit zo aan en dan wordt het een echt mutsje. En nu ga je nog even kijken hoor. Een randje, twee randjes met vaste met wit maken en twee randjes met vaste met roze. En als je daarmee klaar bent, dan zie ik je weer terug en dan gaan we het mutsje sluiten. Dus twee randjes nog met wit
twee randjes gewoon vaste op een vaste en twee randjes roze vaste op een vaste. We hebben nu twee toeren wit en twee toeren roze gedaan en we sluiten de toer met een halve vaste. En je trekt een lange lus nu aan je draad. Ik ga eerst even een schaartje zoeken. Dat is natuurlijk niet handig als je je schaartje niet bij de hand hebt. Maar je trekt dus aan de lus. En je houdt een beetje een lange draad aan. En dan knip je hem af. En nu gaan we die lange draad door een stopnaald heen. En nu gaan we in elke steek de draad doorhalen. Handigst is als je eerst eventjes de binnendraadjes afwerkt. Maar ik ben nu even aan het uitleggen hoe dat we dadelijk het mutsje sluiten. Dus in elke steek de draad doorhalen. Van achter naar voor. En van voor naar achter. En ik zie je op het eind weer terug. We hebben nu de draad van voor naar achter getrokken door, eigenlijk door elke steek. En dan trek je aan de draad. En dan sluit het mutsje zich. Goed aantrekken, maar uitkijken dat de draad natuurlijk niet knapt. En dan steek je draad door naar het midden. En dan draai je je mutsje om. En wij nog even zorgen dat het bovenste goed dicht zit. En dan ga je het goed afhechten. En dan steek je gewoon naar de overkant toe. Maar je moet wel zorgen dat je het niet aan de goede kant ziet. Dus we gaan goed afhechten. Een paar flinke steken zodat het echt het mutsje goed dicht zit. Je pakt gewoon een stukje stof of een stukje waar je makkelijk de draad in kan steken. En op het laatst haal je naald erdoor en je kan je draadje afknippen. En dan is je mutsje klaar. Dan draai je weer naar de goede kant. En je hebt een heel leuk, schattig babymutsje. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag een duimpje omhoog hieronder en abonneren voor allerlei leuke nieuwe video's en dan zie ik je weer bij de volgende video en graag abonneren hieronder op mijn foto als je daarop klikt en dan krijg je automatisch de nieuwste video's. Dankjewel voor het kijken en veel haakplezier!